Ja, dames en heren, welkom op de nabeschouwing van deze wedstrijd. Een wedstrijd die Waasland Beveren met mooie 4-0 cijfers gewonnen heeft. We gaan even bij de bezoekende coach, meneer Danny Oost. Goedenavond, welkom op de Vreetiel. Uw mening over deze wedstrijd, alsjeblieft. Vreetiel, het is niet goed voor mij. Het is al lang. Hè. Ik heb niet veel gelukt hier. Maar wat kan je zeggen? De beste ploeg heeft gewonnen. Dat is... spijtig voor de 4-0. De cijfers zijn een beetje overdreven. Twin and time. We hebben een beetje veranderd tactisch. Het was een beetje beter, maar het talent is... Ik moet eerlijk zeggen dat het talent is bij Beveren. Hè. Ja. In alle compartimenten. Alleen spijtig voor de 4-0. Want dat is een beetje moeilijk voor onze speler. Maar we weten dat als we hier komen met tienen, het zal heel moeilijk zijn. Iedereen wil dat we gaan een surprise, de verrassing. Iedereen, ik ook, de eerste. Maar talent, dat is bij Waasland Beveren. Ja. De tweede helft was beter van de ploeg, van jullie ploeg. Maar echt veel mogelijkheden hebben jullie niet bijgespeeld. Ik denk dat bij keeper van Beveren is misschien één paraat gemaakt in het tweede. In het spel was een beetje beter, maar les choix, dat was niet goed van mijn speler. Maar iedereen weet dat het belangrijk match, dat is volgende week. In zeven dagen, dat is in Wezen. We gaan ook morgen kijken, dat gaat Tubeke gaan doen, dat Dender gaan doen, dat Sinterklaas gaan doen. We zullen kijken en we gaan prier. Ja. Wie gaan bidden? Absoluut, we gaan allemaal met jou bidden. Geloof jij nog in de redding? Maar ja, dat is zeker mathematiek. Het is het altijd. Maar ik ben hier tegen tienen. Ik heb ook gezegd tegen de voorzitter, tegen die mensen, dat was heel moeilijk. Maar we moeten. Ik heb nog veel vertrouwen in die ploeg. Die mentaliteit van die ploeg. Ik heb gezien naar een hele goede Rocky Peters vandaag. Ik ben heel blij voor hem. Maar volgende week ook, iedereen weet dat Yannis Paparantis gaat drie weken gescheurd. Dat is ook een echte probleem voor ons. Enfin, volgende week ook dat Di Gregorio komt in zo'n keer, dat is goed. Ja. Dankjewel en heel veel succes voor uw ploeg in de strijd om het behoud. Ik ga even naar Dirk Gerard. Ja, Dirk, felicitaties, 4-0, mooie overwinning. Maar overdrijf ik als ik zeg dat het niet de beste wedstrijd was van de laatste weken? Nee, ik denk eerst en vooral Tienen is naar hier gekomen, hebben een nieuwe elan gekregen met Danny als trainer die onmiddellijk 4-6 pakken. Je ziet dat de ploeg heeft de fighting spirit om er iets goed van te maken, om zich te redden. Die mentaliteit is aanwezig. En na de overwinningen van de laatste weken kan er altijd een soort nonchalance in uw spel zitten. En ik denk dat gedurende de wedstrijd altijd wel een beetje aanwezig was. Zeker in onze opbouw. Maar we hebben er toch wel goed mee omgegaan. Om van in het begin toch proberen de druk naar voren te zetten. Kansen te creëren en die ook af te maken. We komen natuurlijk schitterend op voorsprong via een snelle inworp van Cavens. Die zo verstandig is om die bal onmiddellijk bij Thomas te brengen en dan ook nog goed afgelegd en schitterende goal van COD. Dus die kennen natuurlijk de klappen van de zweep. Aan de rust wisten zij van, ja, we moeten nu nog die tweede helft aanvatten op een betere manier dan vorige week tegen Dender. Maar door de aanpassing van de tegenstander, een beetje van velbezetting, hadden we het in het begin wat moeilijk. Maar het is goed dat ook op het einde toe die kansen nog gecreëerd worden en dat de invalders beter waren dan vorige week bij een invalbeurten. En dus 4-0 is misschien wel overdreven, maar voor ons is nu het belangrijkste dat wij die wedstrijden die iedereen zo beschouwt als het is thuis en het is tegen een ploeg die achteraan staat, Dender, vandaag Tienen, dat zijn de moeilijkste matchen. En we gaan daar op dit moment op een volwassen manier mee om. Maar de volgende drie wedstrijden zijn telkens buiten huis. En ik denk dat we daarin moeten proberen onze positie te consolideren om zoveel mogelijk punten te pakken. En dan
in aanmerking te komen voor die eindronde. Maar ik denk dat de moeilijkste match de volgende is. En dat is op Wetteren. En iedereen, ik ken dat verhaal, hè, maar hoeveel ploegen zijn er al niet stuk gelopen op de ploeg die allerlaatste staat, die al weet dat ze geen licentie aangevraagd hebben, die al weet dat ze degraderen, die bevrijd kunnen spelen. De jongens willen zich in de kijker spelen. Dus ik denk dat er deze week enorm veel op concentratie moet gehamerd worden, zodanig dat wij ook daar tot een goed einde komen. En dan hebben we hele moeilijke verplaatsingen te wezen. En dan opnieuw een hele moeilijke, naar Roeselare. En als we daar goed doorkomen, kunnen we verder praten. Maar we gaan eerst beginnen met Wetteren. Ja. Stel dat het aan de rust 0-0 stond in deze wedstrijd. Hadden we dan een andere tweede helft gezien? Ja, dit kan altijd. Hè. Je kunt altijd tegen een ploeg die naar hier komt goed georganiseerd voetbal. De veldbezetting was oké van de tegenstander. De mentaliteit was oké. Ze wouden er iets van maken. Dan moet je gewoon proberen de sleutel te vinden om die poort open te doen. We hebben die sleutel niet gevonden. Cavens heeft die sleutel gevonden. En de tegenstander heeft daar niet goed op gereageerd. Ze hebben in feite die deur opengezet. Want dit is een fase die normaal nooit binnengaat. Maar alleen door de alertheid en de intelligentie van bepaalde spelers kom je aan die voorsprong. Voor de rest heeft het te maken met de oplossing vinden, de creativiteit zoeken. En als het nul is, zit je altijd met gevaar dat de tegenstander snel in de omschakeling kan scoren. Als je ziet dat een Bossé Cotta die heel snel is invalt, die voor dreiging zorgt, dan weet je dat dat kan gebeuren. Dat is ook zo gebeurd op Nieuwkerken. Goede organisatie, stug verdedigen. 10 is sowieso geen gemakkelijke ploeg om tegen te spelen. Er zitten wel jongens in met die echt wel kwaliteit hebben, maar ook de mentaliteit hebben. Maar voor ons is het goed dat wij ook op een andere manier. Ik herinner mij vorig jaar, net voor de winterstop, we gingen Turnhout opeten met huid en haar. En ik denk dat het 0-4 was. Ja, absoluut. Wat ook opvalt in vergelijking met de vorige weken, de invallers. Ja, ze stonden er. En ze scoren zelfs. Heel positief. Vorige week hadden de invallers minder goede beurt. Iedereen weet dat als je invalt, dat er nog altijd 3 andere jongens aan de poort kloppen om erbij te zijn. Vandaag moet je bijvoorbeeld een Jan Mazureel ontgoochelen, die 16e man is. Vorige week was dat een Mies Van Oei. We kiezen volop de kaart van de aanval. Er zitten 3 aanvallend ingestelde spelers op de bank. Het is heel raar dat mensen denken van, hij pakt er 3 aanvallers af. Maar ja, als er ook nog 3 op de bank zitten, is het niet gemakkelijk om er nog aanvallers bij te zetten. Want we spelen al heel offensief. Dus we kunnen alleen maar zorgen dat iedereen wakker blijft. Dat zal de sterkte van de groep bepalen. Ja. Die vierde stek is heel belangrijk, want dat geeft in principe recht op de eindronde. Maar heeft Dirk Gerard nog meer ambities? Die derde plaats? En wie weet nog meer? Het is zo dat we heel voorzichtig moeten zijn. Want als de derde periodetitel genomen wordt door een Boussedoer bijvoorbeeld, dan zijn we niets met ons vierde plaats. We moeten echt mikken op die derde plaats. We moeten echt blijven doorgaan om zoveel mogelijk punten te pakken. Ik denk nog altijd dat, los van het feit, dat heeft er niets te maken met die eindronde spelen, maar ik denk dat Eupen moet een haalbare kaart zijn om op termijn in te halen. Ja. Oké, we hebben nu 12-12 al, als ik het goed heb. Ja, volgende week 15-15. Dan herhalen we eigenlijk de stunt van de eindronde. Ja, dat is gemakkelijk gezegd. Hè. 4 keer winnen en de 5e keer zult ook winnen. Maar ik weet dat Wetteren heel gedreven aan het spelen is. Dat Wetteren ook niet gemakkelijk. Het is in hun thuisbasis. Het veld ligt daar ook niet goed bij. Allee, ik bedoel, ik zoek nog geen excuses. Maar al redenen zijn aanwezig om naar Ginder te gaan. Met een ongelooflijk dikke nek. Van het is de laatste. En het veld ligt niet goed. En de scheid zal waarschijnlijk ook niet goed zijn. Ik zeg zomaar iets. En voordat je het weet, vervalde in een deconcentratie. En dan komt er met 1-0 naar huis. En dit wil ik absoluut vermijden. Dus wie van de week niet bij de les is, die gaat er gewoon uit volgende week. Oké, dat is klare taal van Dirk Gerard. Dankjewel en felicitaties.